Goed, meneer de voorzitter, heren CEO's van Delta Lloyd Groep en Delta Lloyd België, Delta Lloyd Life België. Ik zou zeggen, welcome back. Het is al een paar jaar geleden dat we Bank Nagelmakers op onze koerslijsten mochten verwelkomen en ook vaarwel zeggen. Maar vandaag krijgen we opnieuw een financiële instelling gespecialiseerd in verzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen en ook asset management. En ik ben natuurlijk bijzonder blij dat we ook Nick Hoek met zijn groep kunnen verwelkomen, omdat Nick ook deel uitmaakt van de raad van bestuur van Euronext NV. Delta Lloyd heeft ook een grote Belgische geschiedenis met de overnames onrechtstreeks misschien van BankUnie, de Bank van Limburg en Smeets Verbaat, collega wisselagent in een tijd. Daarna natuurlijk Bank Nagelmakers en daarbij nog recentelijk of redelijk recent toch ook Swiss Life. Althans het Belgische gedeelte, want het klinkt niet al te Belgisch. Nu, met 1200 medewerkers is Delta Lloyd misschien ongekend of niet zo gekend tot vandaag in de Belgische bankwereld en verzekeringswereld, maar ze zijn wel degelijk present via onafhankelijke bankagenten en eigen kantoren, dat zijn er 130, dus dat is niet. Delta Lloyd is een belangrijke speler en we zijn dan ook blij dat België opnieuw een financiële speler in de picture kan stellen, want ik denk dat de financiële markten en de financiële spelers denk ik toch vandaag een beetje door de dip door zijn en dat we moeten kijken naar de toekomst. Die toekomst die zal er eerst zijn binnen een tiental seconden met de opening van de markt. We hopen dat u dat even goed zal doen als het beheer van uw pensioenfondsen. En de opening is nu. Ja. Dankjewel voor de eer. En nu even het woord aan Nick Hoek. Ja, geachte aanwezigen. Het is een groot voorrecht voor Delta Lloyd om vandaag hier bij Euronext Brussel aanwezig te mogen zijn voor deze listing, Vincent. Ik heb ondertussen gezien dat Piet Verbrugge en Jan van Oostreve hun Hollandse collega's verslaan, want toen wij Euronext Amsterdam listen, de koers ging onmiddellijk naar beneden, maar jullie zijn hier in de plus geopend en dat belooft heel goed. Deze dag markeert voor Delta Lloyd een nieuwe fase als beursgenoteerd bedrijf. We zijn echt trots op en verheugd dat we nu zowel een notering in Amsterdam als in Brussel hebben. En het tekent ook belang dat wij aan de Belgische markt, we hebben twee thuismarkten, België en Nederland, hechten. Dus echt voor ons heel erg belangrijk. Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Life, het werd al gememoreerd. Ik denk dat we toch in een relatief korte tijd een heel mooi Belgisch bankbedrijf hebben neergezet met natuurlijk hele lange roots en een hele sterke levensverzekeraar. Ook een hele verzameling van oorspronkelijk Belgische bedrijven, de Antwerpia, de Poperingse, het Belgisch verhaal
Swiss Life. En je ziet dat de Deltaloid groep wat dat er gaat aan de weg timmert. We hebben 20% van onze medewerkers in België. We hebben vandaag, en dat vind ik zelf heel erg belangrijk, heel veel klanten en relaties van Deltaloid Bank en Deltaloid Life hier. Heel fijn dat u gekomen bent, want dat zijn natuurlijk echt de wortels van het bedrijf. De beursnotering is natuurlijk een reflectie van de activiteiten van het bedrijf. Maar de activiteiten worden echt gedragen door de klanten en de relaties die langjarig het geld aan Deltaloid toevertrouwen. En het, als het goed is, met rendement later weer van ons terugkrijgen. Ik noemde het al, Bank Nagelmakers 1747, de oudste bank van België. Dus ja, we zijn nieuw, maar we zijn ook een old kid on the block hier. Deltaloid als levensverzekeraar ooit begonnen in Amsterdam in 1807. En Deltaloid Life weliswaar jonger, maar gaat ook vele tientallen jaren terug. En wat bemoedigend is dat Deltaloid Life in de korte tijd dat ze ja, met de gezamenlijke activiteiten nu bezig is, bijvoorbeeld in groepsverzekeringen al de vierde speler van België is. Nou, we hebben goed nieuws. We hebben ook in België top 3 ambities. En ik weet dat dat voor Piet en Jan zal betekenen dat ze nog heel veel werk met hun vele collega's moeten verzetten om dat te bereiken. Het mooie van Deltaloid Life is dat we veel kennis op het gebied van pensioen hebben. En dat wordt ook breed erkend. We hebben een leerstoel pensioenbeleid aan de Katholieke Universiteit van Leuven. We hebben de zilverstage. Met name voor mijn oudere leden in de Raad van Bestuur vinden we dat zeer aantrekkelijk. En we hebben natuurlijk Deltaloid Bank met een mooi netwerk door heel België. Met veel Belgische klanten, met een gedegen reputatie, een uitstekende producten, goed advies. Ja, en samen vormen we natuurlijk tussen België en Nederland, de twee thuismarkten van de groep, een gedegen financiële dienstverlener die er is voor de lange termijn. En ik denk dat dat vandaag ook onze boodschap is. Deltaloid is hier niet als een kievitsei, zoals er werd geschreven. We zijn er misschien meer als wat ik noem een duveltje uit een doosje. Daarbij weten we dat een duveltje een goed Belgisch biertje is. Heel belangrijk dat we hier zijn voor de lange termijn. Als we terugkijken naar de notering van Deltaloid, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als Nagelmakers. We zijn een tijdje weg geweest van Euronext van de beurs in Amsterdam. Sinds 2009 zijn we teruggekomen. Als ja, eerste grote financiële dienstverlener na de crisis. Misschien dat we iets vroeg waren met het inschatten van het einde van de crisis, maar toch direct na de crisis naar de beurs. Afgelopen weken hebben we het laatste belang van onze Engelse grootaandeelhouder naar de beurs gebracht. We zijn nu meer dan 99% beursgenoteerd, dus onze volledige aandelenbelang is vrij verhandelbaar op Euronext Amsterdam en sinds vanochtend Euronext Brussel. En met name ook onze notering in Brussel zal de zichtbaarheid van het Deltaloid merk, de Deltaloid brand, nog verder verbeteren. Ik denk dat dat uiteindelijk goed is voor onze klanten die zich kunnen herkennen in het betrouwbare Deltaloid. En het biedt ook een perspectief voor de geweldige ontwikkeling van onze levensverzekering en bankaire activiteiten. Dus een mooie nieuwe fase die aanbreekt. Mag ik u allemaal heel hartelijk danken voor de support die u aan de Deltaloid groep geeft. De inzet en de klantrelaties. We zullen hard blijven werken. En Vincent, nogmaals dank aan Euronext voor deze mooie nieuwe notering aan de Belgische beurs. Dank u wel.